Seasonic. De beste voedingen volgens toonaangevende techsites in heel Europa, waaronder hardware.info. Vandaag twee bijzondere koptelefoons die zich aanpassen aan je gehoor. Welkom bij Hartinfo TV. We hebben vandaag twee bijzondere koptelefoons, want beide passen zich aan je gehoor. Allereerst hebben we de Neuraphone en daarnaast ook de Audio Labs Pure Audio. Nou, wat die dingen gaan doen, het is allebei heel bijzonder, dus we gaan ze één voor één bespreken. We beginnen met die Neuraphone. Een product dat is begonnen als Kickstarter. Een paar gasten die een goed idee hadden, het zeggen uitwerken. Voldoende mensen vonden dat 400 euro waard. En hier hangt hij. Ja, en je ziet eigenlijk al meteen als je naar kijkt dat het een bijzonder apparaat is. Want het is een combinatie van een in-ear en een over-ear. Dus je hebt kleine dopjes die in je oren zitten, maar ook schelpen die om je oren heen gaan. Nou, en dat is niet alleen een fysieke combinatie, het is ook echt een tweeweg systeem. Dus je hebt een grote luidspreker voor de bas aan de buitenkant zitten en een kleinere voor het mid-hoog en het hoog wat daadwerkelijk in je gehoorgang gaat. Ja. Ja, en het bijzondere hieraan is, en wat je zelf al zei, hij past zich dus aan je gehoor. En dat doet hij op een bijzondere manier. Want hij doet een auto-akoestische meting, zoals dat heet. Ik heb het zelf ook moeten googlen. We kunnen het plaatje van hoe de gehoorgang van mensen eruit zien nu ook even bijpakken om het wat duidelijker te maken. De meeste mensen hebben er nooit van hebben gehoord. Maar iedereen heeft minimaal één keer zo'n auto-akoestische meting gehad. Ja, ik weet niet of wij van onze leeftijd dat ook hebben gehad. Maar in ieder geval, als je nu kinderen hebt, die krijgen dan als baby een gehoortest. En nou, een baby kan uiteraard niet vertellen of die wel of niet wat hoort. En wat ze dan eens doen, is een serie geluiden de gehoorgang insturen. En wat blijkt, je gehoorgang, het slakkenhuis wat in je oor zit, laat ook een deel van het geluid wat wordt ontvangen weer terug naar buiten. Dus dat weerkaatst het weer terug via de hamer aanbeeld en stijgbeugel wat je ziet, via je trommelvlies weer de gehoorgang uit. En voor elke persoon is dat anders en dat zegt iets over hoe jij hoort. En met hoe jij hoort bedoelen we welke tonen hoor je beter en minder goed. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat je lage tonen beter hoort en hoge tonen weer wat minder of andersom. En dat wordt dus eigenlijk compleet doorgemeten en zo wordt een profiel gemaakt van ja, hoe goed jouw gehoor is en waar de zwakke en de sterke punten zitten. Ja, en zo werkt dat dus bij baby's. Nou, zo werkt dus eigenlijk ook deze hoofdtelefoon. Want behalve een heel klein luidsprekertje wat in die in-ear zit, zit er ook een heel gevoelige microfoon in. Ze hebben het zelf over NASA-technologie. Nou ja, daar wil ik allemaal van af zijn. Maar het moet in ieder geval een heel gevoelige microfoon zijn. Want het is maar een heel klein beetje geluid wat terugkomt. Ja. En op het moment dat je dit ding voor het eerst opzet, koppel je hem aan een app. Dan zegt hij van doe hem goed op je hoofd. Dat vergt ook even wat gewenning. Je hebt net ook nog zitten proberen. Het duurt even voordat je hem helemaal goed hebt en die een goede seal rondom je oor heeft. En dan gaat hij vervolgens een serie geluiden maar in je oor insturen, een minuut lang. Wat, ja, ik kan het beste omschrijven als een computer in de jaren 60. Het bekende bliep 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 geluid zoals een computer vroeger zou moeten klinken. En aan de hand daarvan, na een minuut heeft hij dan dus, die bliepjes meet hij dan dus weer wat daarvan terugkomt. Na een minuut heeft hij een profiel gemaakt wat voor jou uniek is. Nou ja, en wij hebben er hiermee zitten spelen. Voor mij is dat een profiel en voor nog een collega voor jou. Die klinken echt allemaal heel erg anders. Ja, en je kunt uiteindelijk muziek luisteren met en zonder dat profiel. En het, inderdaad, ik heb verschillende soorten muziek te luisteren. Van Metallica tot aan Armin van Buren. Het is een bizar verschil tussen normaal en luisteren met het gemaakte profiel. Een bizar verschil in het positieve. Het klinkt een heel stuk beter. Ik heb wel bijna het gevoel alsof ik genept word van klopt die standaardinstelling eigenlijk wel? Ja, daar heb ik er zelf ook een klein beetje. Die klinkt wel heel erg plat, om het zo maar te zeggen. Maar ik moet wel zeggen, als ik jouw profiel luister, klinkt voor mij juist weer helemaal niet fijn. En vice versa ook. Dus ja, er is een mega verschil tussen. En het is ook echt op jezelf afgestemd. En voor mij geldt dus ook dat ik mijn persoonlijke profiel veel prettiger vind. Nou, hier zie je dus ook dat het profiel wordt dus weergegeven schematisch. En in dit geval is het mijn profiel, zie je dus dat ik wat gevoeliger ben voor lage tonen en wat minder voor hogere tonen. Het is een soort, een soort bolletje gemaakt van een frequentiekarakteristiek. Ja. En het aardige is ook, omdat je een buitendrijver en een binnendrijver hebt, is dat je ook de immersion, dus je kan een soort basboost aanzetten, waardoor je heel veel bas krijgt, als je dat zou willen, als je dat fijn vindt, zonder dat dat direct in je oren zit. Dus je hebt het gevoel van heel veel bas, zonder dat je daar heel veel geluidsdruk daadwerkelijk van op je oren hebt. Ja, met ze noemen dat als dat het klinkt alsof je bij een live optreden bent. Nou, dat is misschien wat ver gezocht, maar het geeft, ja, ik bedoel, gevoel, dat is inderdaad wel wat op terugkomt. Het klinkt wel inderdaad gewoon bijzonder en het klinkt voller zonder dat je de koppijn van krijgt. Ja, nou, ik moet zeggen, ik vind voor langere termijn, als je langer zit te luisteren, je hebt vrij hard aanstaan, vind ik het wel vermoeiend worden. Je ziet het hier op de slider op de helft staan op de screenshot. Dat vind ik al vrij ver. Ik denk dat op een derde op zich mooi is. En dan zelfs als je heel natuurgetrouw wil luisteren, kan je hem beter bijna uitzetten, moet ik zelf zeggen. Het is heel lastig om aan te geven, om zeg maar semi-wetenschappelijk aan te geven hoe goed dit klinkt. Ik bedoel, wat dat betreft is het gewoon een steekproef van NS2 en nog een paar collega's en geef hem aan. Het klinkt echt heel lekker. Vanwege dat in je verhaal en de specifieke
op zijn kunnen we ook niet doormeten met onze, met onze standaard testopstelling. Dus helaas niet. Mensen moeten het helaas met onze subjectieve meting doen. Qua geluid, top. Ik moet wel zeggen, het draagcomfort vind ik een beetje tegenvallen. En dat, ja, misschien wel juist door die combinatie van in-ear en over-ear. Het voelt op z'n minst een beetje gek. Ja, het voelt gek. Je zou denken dat hij heel warm is, want het is puur van siliconen. Dat valt eigenlijk wel mee. Hij is redelijk goed geventileerd. Er zitten allemaal gaatjes aan de buitenkant, waardoor hij redelijk kan ademen. Het voornaamste probleem wat ik ervan vind, is dat je, doordat hij gedeeltelijk in je oor zit, maar ook weer niet helemaal, want hij gaat niet zo diep in je oor in als een echte in-ear, die er feitelijk ook gewoon aan je oor moet blijven hangen, omdat hij anders eruit valt. Geldt in ieder geval voor mij persoonlijk dat als ik ga kauwen, dat ik bijvoorbeeld kauwgom kauw of ik zit wat te eten, dat steeds je oorkanaal iets van vorm verandert, waardoor het geluid echt drastisch verandert. Dus op het moment dat je zit te kauwen, valt er eigenlijk niet naar te luisteren. Nou, kan je natuurlijk zeggen, moet je niet kauwen. Don't eat and listen. Nee, dat is wel echt een ding. En ook, ik luister bijvoorbeeld vrij veel in de auto. Ik heb hem dus ook een aantal keren onderweg gebruikt. Op het moment dat je hoofd snel beweegt, dan heb je datzelfde effect. Dat eventjes die fitting anders wordt en die gewoon, je geluidsbeeld daardoor echt ontzettend verandert, terwijl je dat met een normale koptelefoon helemaal niet hebt. De grap is dat deze koptelefoon, ik wil zeggen bijna meer, maar vermoedelijk meer software dan hardware is. Ja. En dat ze aan die software ook dingen kunnen toevoegen. Toen ze begonnen op Kickstarter, had je eigenlijk puur dat verhaal wat we juist over hadden, van we passen het geluid aan jouw specifieke gehoor. Maar op een gegeven moment dachten ze, nou weet je wat, we kunnen er ook nog gewoon eventjes active noise cancelling aan toevoegen. Ja, want er zitten een heleboel microfoontjes in, want je kan dus ook gewoon als headset gebruiken om mee te bellen. En ze hebben dus later inderdaad ook active noise cancelling toegevoegd. Een functie die je bovendien naadloos kan instellen. En ze hebben ook wat ze noemen een social mode, waarbij je dus wel juist geluid van om je heen toelaat, zodat je nog makkelijker een gesprek met iemand kan voeren. Nou, sterker nog, het is eigenlijk het tegenovergestelde van noise cancelling. Daarmee worden de geluiden van buiten eigenlijk versterkt, zodat als je muziek zit te luisteren, dat je de mensen om je heen alsnog goed hoort. Ja, en dat kan je dus makkelijk wisselen. Dus het is, je hoeft niet je koptelefoon af te zetten om toch een gesprek met een ander te kunnen voeren. Ja. Het zijn slimme dingen. Het is, wat dat betreft, qua software zit het wel echt heel goed in elkaar, moet ik zeggen. En dan aan de buitenkant heb je nog knoppen om het te bedienen. Ja, eigenlijk die rondjes die je aan de zijkant ziet, dat zijn gewoon touchgevoelige knoppen. En daar kan je in de software wat je wil aan functie aan toevoegen, want je kan zeggen bijvoorbeeld een single klik op mijn rechteroor wil ik dat hij naar de volgende track gaat, een dubbel klik wil ik dat ik bijvoorbeeld iemand bel. Je kan er allerlei dingen aan toevoegen, dus je kan per oor kan je twee functies toevoegen naar eigen lust. Het apparaat is Bluetooth, maakt gebruik zelfs van die nieuwste aptX HD standaard. Ja. Dus als je een smartphone hebt met een Qualcomm chip die dat ondersteunt, heb je eigenlijk higher res audio via Bluetooth. Standaard aansluiten kan ook, maar dat is een beetje suf, want je betaalt €400 voor het apparaat. En als je dan een ouderwets audiokabeltje erbij wil, mag je nu even wat extra aftikken. Er wordt standaard een laadkabel meegeleverd, zodat je hem kan opladen. Maar wil je bijvoorbeeld gewoon een normale analoge kabel, dan moet je er €20 voor betalen. Voor een lightning kabel voor Apple. En dat is alvast met royalties te maken, ben je zelfs het dubbele kwijt. Maar ik had in ieder geval die analoge kabel, die had ik er toch wel graag bij gezien voor dit geld. Maar, ja. Het jammere eigenlijk van het apparaat is wel, omdat het een Kickstarter is, je het online moet kopen. Je kunt het nergens uitproberen. Nou, bij de Bijenkorf verkopen ze hem sinds kort. Okay. Dus je kan naar de Bijenkorf toe. Ja. Ik heb het zelf niet gezien, maar dat heb ik in ieder geval begrepen. Dat je nu in de Bijenkorf kan je het ding gaan uitproberen. Nou, als je een koptelefoon wil die zich aanpast aan je gehoor, kun je niet alleen naar de Bijenkorf, maar kun je ook naar Schoneberg geluid. Ja. Daar kun je terecht voor dit apparaat. Ik zou bijna zeggen, het ziet eruit als een Parrot Zig 3. Sterker nog, het is een Parrot Zig 3, dus dat is niet zo bijzonder. Die koptelefoon kennen we langer. Het bijzondere is de software die hier in zit. Die is gemaakt door een Nederlands bedrijf, Absolute Audio Labs. En die noemen het de combinatie van de bestaande hardware met de nieuwe software, de Pure Audio. En deze koptelefoon past hij dus ook aan je gehoor. En is eigenlijk misschien nog wat meer bestemd voor mensen met echte gehoorbeschadiging. Ja, want hier zitten geen slimme meetsystemen in zoals bij die van Neura. Hoe dit werkt is dat zij weten gewoon heel erg hoe deze koptelefoon werkt. Dat hebben ze uiteraard gemeten. Het is een digitaal systeem met ingebouwde versterkers. Dus ze weten als we er dit insturen, komt er dat uit. Nou, wat je doet als je deze koptelefoon opzet, er zit een speciale firmware in, dus van Absolute Audio Labs. Je installeert de app van Absolute Audio Labs en dan op het moment dat je die installeert, doorloop je een procedure waarbij je op een verschillend aantal frequenties toontjes te horen krijgt en die je steeds harder of zachter kan zetten. En dan moet je aangeven zelf dus door goed te luisteren van oké, op dit niveau hoor ik het nog wel en op dit niveau niet meer. Dat doe je dus voor elk van deze frequenties die je ziet staan. En dan bouwt hij dus een profiel van jouw gehoor ook wederom. Want hij weet gewoon bijvoorbeeld op 125 hertz is je gehoor wat gevoeliger. Ja. Op 1 kilohertz wat minder. En dan krijg je dus een profiel te zien, in dit geval van mijn linkeroor, hoe dat eruit ziet. En dan doe je voor je rechteroor dan nog een keer hetzelfde. Dus je bent een paar minuten handmatig bezig. Dat is het verschil met dit apparaat wat je eigenlijk opzet. En die meet het zelf.
Hier doe je het handmatig, maar er komt dus eigenlijk een vergelijkbaar iets uit, namelijk een frequentieprofiel wat op jouw gehoor is afgestemd. Ja, en ondanks het feit dat jij in de jaren 90 aardig wat vaak met je Walkman op een iets te hoog volume rondliep, is jouw gehoor nog redelijk oké. Het valt redelijk mee. Dus dit is vrij strak. Maar het idee is dat er natuurlijk veel mensen met een gehoorbeschadering of überhaupt gewoon slechtere oren zijn die gewoon bepaalde frequenties gewoon bijna niet horen of juist te hard, waardoor die lijn ook gewoon een stuk grotere afwijking kan zien. Ja. En daarmee maakt deze koptelefoon dus mogelijk om gewoon geluid wel kloppend te horen, ook als je een hoorbeschadiging hebt. Ja, en uiteraard als iets echt kapot is, valt het niet meer terug te halen. Maar inderdaad, als je voor bepaalde frequenties gewoon een stuk minder gevoelig bent geworden, of de ouderdom, iedereen verliest natuurlijk aan hoge toongevoeligheid als je ouder wordt, dan kan dit het voor een groot deel compenseren. En ook hun app, die biedt ook verschillende mogelijkheden om het geluid dan weer naar je eigen smaak in te delen. Je zag net die equalizer op basis van met die standaardcurve. Je kan hem ook nog helemaal aanpassen zoals je wil. En wat ook wel handig is, zij weten dus precies, omdat ze die hoofdtelefoon, in dit geval die Parrot 6, zo goed kennen, wat het geluidsniveau is. Dus je kan ook zeggen, ik wil bijvoorbeeld nooit meer dan 70 dB horen. Stel je 70 dB als maximale grens in en dan houdt hij zich daar ook gewoon netjes aan. Ja. Dus je hebt echt een wetenschappelijke limiter, als het ware. Bij die Nuraphone is het echt, als je het verschil maakt tussen standaard en je geoptimaliseerde profiel, dat klinkt als een verschil van dag en nacht. Dat is hier iets minder. Ja, de Parrot 6 is gewoon een headset die uit zichzelf al vrij goed klinkt. Het is niet de allerbeste hoofdtelefoon die we ooit hebben gehoord, maar gewoon echt een hele goede. Ik moet wel zeggen, op het moment dat ik mijn profiel erin laat, waarbij je dus ziet dat met name in het mid-hoog er toch wat bij komt, hij gaat wat sprankelende klinken. Nou ben ik ook 40 jaar, dus is het ook logisch dat ik in het hoog inmiddels wat minder hoor dan iemand die jonger is. Ja. Het klinkt heel veel beter. Wat ook aardig is, wat er ook in zit, zijn bijvoorbeeld mogelijkheden om het geluid mono te maken voor mensen die bijvoorbeeld aan één oor heel slecht horen. Kan je dus allerlei bewerkingen op het geluid loslaten om te zorgen dat op basis van jouw beperkingen je toch goed geluid kan horen uit een headset. Absolute Audio verkoopt dat dus in samenwerking met Schoneberg, de hoorspecialist. Het interessante is wel, die Zig 3 is een product wat misschien al end of life is, maar op zijn minst binnenkort gaat. Ja. Dus while supplies last. Ja, en ik heb ook nog aan Absolute Audio Labs gevraagd van hoe lang gaan jullie dit product nog leveren? Ze zeggen, wij kunnen hem voorlopig gewoon nog bij Parrot inkopen. En bij Parrot staat hij ook gewoon nog op de website. Maar het is wel een product wat uitlopend is. Ja. Ze denken hem nog tot medio volgend jaar te kunnen leveren. En ze hebben ook laten weten dat ze volgend jaar nieuwe producten gaan aankondigen. Daar kunnen ze nog niet zoveel over zeggen. Ja. Maar hij zegt, ga ervan uit dat het producten zijn met een vergelijkbare functionaliteit. Alleen dan dus weer opvolgers hiervan. Deze is ook niet heel erg goedkoop. €349. Als je hem uitproberen, kun je dus vermoedelijk naar de winkels van Schoneberg toe. De grap is, als je al een Parrot Zig 3 hebt, omdat je zei het al, het is ook gewoon zonder deze software een prima headset, dan kun je tegen bijbetaling de speciale firmware krijgen. Ja, je downloadt dan de app van Pure Audio. Die Pure Audio app download je. Die zegt dan gelijk, oké, je moet nu onze firmware in je hoofdtelefoon laden. Dat gaat heel snel. Dan kan je vervolgens 10 dagen lang uitproberen of het je bevalt. En zo ja, dan moet je dus via een in-app aankoop van €40 als het ware die firmware definitief maken. En dan heb je dus diezelfde functionaliteit. En het aardige is dus wel, hij slaat je profiel dus ook echt op in de headset. Dus ook op het moment dat je naar een andere telefoon gaat of met een ander apparaat koppelt, bijvoorbeeld met je tv of weet ik veel waar je mee wil koppelen, dan blijft jouw profiel erin. Dus je hebt altijd je persoonlijke profiel. En zelfs als je hem analoog koppelt met een met welk willekeurig elk apparaat, past hij dus ook jouw profiel toe op het geluid wat je dan hoort. Duidelijk. Tot zover Hartinfo TV voor vandaag. Wij zijn er op maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende keer.